Vandaag op de Big Green Egg. Een hamburger van Heb Ik Jou Daar. Award-winning hamburger. En natuurlijk met een zelfgebakken broodje. Welkom bij een extra aflevering van Ralph's Barbecue Tube. Elke eerste zondag van de maand maak ik een fantastisch gerecht op de Big Green Egg. Ja, Nederlands kampioenschap 2010. Een van de onderdelen was een broodje hamburger. Het verschil met vandaag is, toen hadden we Wagyu gehakt. Nu heb ik Black Angus. Dus het wordt een Black Angus burger. Voor de rest exact hetzelfde. Ook daar, beste van Nederland. In 2011 ook nog een keer, beste burger van Nederland. En er zijn wat restaurants waar ik conceptontwikkeling voor gedaan heb. Barbecue restaurants. Tot de dag van vandaag nog steeds hetzelfde broodje hamburger. En dan denk je, dat zal wel heel moeilijk zijn en heel lastig en culinair. Totaal niet. Helemaal niet. Kan iedereen. Daar komen we dadelijk op terug. Want we gaan natuurlijk eerst beginnen met het maken van het broodje. Het is een brioche deeg. Dat betekent dus melk en boter. Een beetje zo'n geel, lekker zacht, zoet, ook suiker, zoet broodje. En dat moet natuurlijk een paar keer rijzen. De eerste keer 1,5 à 2 uur na het kneden. Daarna maken we de bolletjes van. En dan nog ongeveer anderhalf. Voor een tweede rijst, alvorens die afgebakken wordt. Dus dit ding kan ook nog gewoon eventjes lekker uitblijven. Die steek ik gewoon een kwartiertje van tevoren aan, 22 graden. En ja, je kent zo'n ding, hè? Het ding doet de rest. Wordt hartstikke mooi. Ook daar heb ik trouwens een leuk techniekje voor, wat ik heel vaak gebruik als ik met deegwaren werk. Dus dat komt straks ook. Maar zoals gezegd, we gaan beginnen met het deeg. Wat heb ik hier? 500 gram Amerikaanse patentbloem. Als je niet zo'n machine hebt, het kan ook gewoon in een food processor. Er zit ook vaak zo'n plastic deeghaakje bij. Gaat het ook heel erg makkelijk. Dan gaat het echt in een paar minuten en is het klaar. En dan is gewoon lekker elbow grease. Lekker met de blote knuisten. Dus hier gaat mijn balloon. De vaste kijker die herkent dat apparaatje, mijn fokertje. Ik heb hier 150 milliliter koude melk. Maar een deel van die koude melk moet ik warm maken, want ik wil heel eventjes mijn gist oplossen. Ik heb namelijk droge gist. 9 gram droge gist. Dus die lossen we even op in een beetje lauwwarme melk. En ik weet niet of jullie dit kijken thuis in Nederland, in België of misschien op vakantie. Laat het dan weten waar je bent, hè. Ben wel benieuwd waar jullie op vakantie zijn. Vind ik gewoon leuk. Het gaat me niks aan, maar vind ik gewoon leuk. Ik moet even zorgen dat alle klontjes eruit zijn. Zo. En dan ga ik meteen de suiker bij doen. Gist en suiker. Die gist die wordt nou helemaal gek. Die denkt, wow, suiker. Dat is lekker. En dan gaat dit papje bij de balloon. Ik laat hem alvast een beetje draaien. Standje 2. Daarbij gaan 3 eieren. En nu pas gaat het zout erbij. Het zout. Ja, je kunt het mengen door de bloem eventueel, maar liever iets later. Want zout en gist, dat gaat niet samen, hè. Die hebben ruzie. Zo, nou kan de rest van de koude melk erbij. En als die een paar minuutjes gedraaid heeft, dan pas komt de koude boter erbij. Ik heb namelijk 125 gram ijskoude boter in blokjes. Die gaan er één voor één bij. Het is een vrij nat deeg. Als die te nat is, kun je nog een klein beetje extra bloem bijvoegen. Maar het moet wel een beetje een redelijk nat deegje zijn. En ook de boter remt overigens ook het rijzen. Hè? Dus het kan zijn, als je dit nou een keer maakt en het is een heel plat broodje geworden, doe je de volgende keer een grammetje meer gedroogde gist bij. Dat helpt. Dat komt door de boter. Maar het wordt al een mooie deegbol. En nu gaat dus steeds een blokje boter erbij. Ik doe vast een klein druppeltje olijfolie in de beslagkom. Zometeen voor het rijzen. En dan komt hij namelijk wat makkelijker los straks. Ja, dat ziet er goed uit. Hij heeft nou een paar minuutjes mooi kunnen kneden. Kijk eens. Ik zei, hij is vrij nat. En dat moet ook. Dit is eigenlijk precies goed. Net kleverig, dat hij net een beetje irritant aan je handen kleeft, maar niet super. Dat is eigenlijk precies wat ik wil. Op een warme plek moet het even rijzen. Even afdekken met een folietje of een lichtvochtige theedoek. Ik heb hier wel een licht smerige theedoek, maar geen lichtvochtige theedoek. Dus
tot zo. Ga ik daar eventjes wat voorbereidingen treffen. Alvast. Van alle bijgerechtjes. De condiments noemen ze dat in Amerika. Ja, want we zaten te denken van... Ja, we maken een hamburger. Moeten we dan iets speciaals maken? Iets helemaal te geks. Iets super, super culinairs. En toen dacht ik van, dat kan altijd nog. Met een beetje geluk bestaat dit kanaal nog 10, 20 jaar. Wie zal het zeggen? Dus ja, er kunnen natuurlijk nog ontzettend veel mooie hamburgerrecepten volgen. Niet waar? Hè? Met ananas en met bietjes en met gorgonzola. En gevuld met weet ik veel rivierkreeftjes. Gaan we gewoon nog allemaal doen. Maar ik denk, laten we nou gewoon eventjes een kick-ass burger maken. Gewoon echt... De go-to burger die altijd super, super lekker is. En zoals gezegd, award-winning. Maar wel eenvoudig. Maar wel lekker. Maar wel eenvoudig. Maar wel lekker. Maar eenvoudig. Dus, wat gaan we doen? Die rode ui, die wil ik rauw eten. En als je die rauw gaat eten, daar is niks mis mee. Maar dan moet die flinter, flinter dun zijn. Dan hebben we het dus over een beetje structuur. Maar niet dat uien, dat willen we gewoon niet hebben. Dus gewoon flinterdun. Dat kun je natuurlijk gewoon met een mes. Maar als je zo'n mandoline hebt, dan heb je ze allemaal gelijkmatig, precies even dik. Elke keer opnieuw. Datzelfde ga ik doen met de ijsbergsla. Namelijk, ik heb twee soorten sla. Ik heb er eentje, daar gebruik ik de Lollo Rosso voor. Deze. Dat betekent rode lul. Die komt onderop. Die heeft ook een functie. Buiten het feit dat het lekker fris is. Maar alle de nattigheden, zoals de tomaten en de augurken, dat soort dingen, die wil ik niet in mijn broodje hebben, anders wordt die in no time sompig. Dus de sla zorgt daarvoor. Mijn ijsbergsla heeft ook een functie. Knusprigheid. Ik zet nu de mandoline wel iets grover, dus een iets grovere stand. En kijk eens wat ik hier heb. Condiment caddy. Nieuw. Gaaf, jongen. Een condiment tray. Kijk, hier gaan dus al die spulletjes in. Als je nou veel hamburgers moet bouwen voor je vrienden, dan heb je hier dus allemaal je spullen al kant en klaar in liggen. Ik gebruik een vleestomaat, want die is veel minder nat. Er zit letterlijk meer vlees aan, meer vruchtvlees. En bovendien is die mooi groot, dus er hoeft maar één schijfje op. We horen er nog meer bij een goede hamburger. Zoetzuurheden. Natuurlijk in dunne plakjes. Niet te dun. Maar zeker niet te dik. Hoppakee. Kom er maar bij. Hier komen dadelijk nog de lekkere gekarameliseerde witte ui. Dat doen we er straks als de barbecue heet is. Maar drie soorten ui komt hier dus bij. Ook nog gebakken uitjes. Gebakken uitjes zijn namelijk heerlijk zoet. En daar zit al van nature dus dat mooie roostaroma. Dat zit dus in die uitjes. En dan natuurlijk mayo en ketchup. Natuurlijk spuiten we dit raak gewoon over die burger heen. Maar ik wou gewoon even laten zien dat het allemaal in een bakje kan. Ah. Goeie dingen, hè? Dit kan ook zo terug in de koelkast. Blijft het lekker fris. En ik heb een lekkere cheddar. Jawel. Die ken je misschien nog van die geweldige Philly cheesesteak. Als je die niet gezien hebt. Terugkijken hier. En maken die hap. Een paar plakjes van de kaas. Ik heb hier nog een eitje liggen. Die ga ik ook vast even loskloppen. Zo, ik heb namelijk alleen een eigeel nodig. Dat is voor straks om mijn broodjes te bestrijken. Net voordat ze in de barbecue gaan. Ik denk dat we het meeste wel hebben. Oh, laat ik toch meteen mijn ui snijden in, ook ik toch ben. Zometeen voor mijn gebakken uien. De meeste dingen zijn nou voorbereid. Nu is het wachten tot de eerste reis klaar is. Ik ga een pilsje pakken. We nemen een bakpapiertje. Klein beetje bloem. Op het werkblad. Hop. Nou jongens, dan gaan we er eventjes een paar bolletjes van maken. Zo, dit moet nogmaals eventjes rusten. Ongeveer een half uurtje. En ik snij mijn bakpapiertjes eventjes bij, want anders dan steken die over de convector en dan gaan ze in de fik vliegen. Zo, gaan we wel eventjes onze Big Green Egg vast aansteken. Ik heb nog kooltjes van de vorige keer over. Drie aanmaakblokjes. Zo, die rode stukjes een klein beetje schuin erop zetten zo.
Ik leg mijn convector vast in de convector basket. Die ga ik dadelijk nodig hebben. Op deze manier haal ik hem dadelijk makkelijk in en uit en kan ik toch mijn halve inzetstukken gaan gebruiken als ik wil. Zo, staat vast klaar. We zijn ongeveer een kwartiertje verder. Wat ik wil gaan doen, voordat ik mijn convector ga opwarmen, eventjes de deksel sluiten. Want ik wil namelijk mijn deksel, eventjes goed warm maken. Ik wil dat de warmte alvast in het materiaal komt. Dus dat zometeen als die broodjes erop liggen, dat ze meteen ook van boven mooi die stralingswarmte krijgen. Dus dit is ongeveer even een paar minuutjes. Je voelt dat vanzelf. Tot dit gewoon echt lekker warm gaat worden. Kijk, dit begint nou mooi warm te worden. En je ziet de temperatuur snel oplopen. 250, 270 graden staat hij en climbing. Dus, voorzichtig het deksel openen. We weten dat we vlammen hebben, dus een backdraft zullen we niet krijgen. Maar het is wel super heet. Dan gaat mijn convector erin. Dus nu zetten we hem zeg maar op standje indirect. En op die convector zet ik nou een skillet. Een gietijzeren pan. Daarin gaat de bacon. Want terwijl mijn spullen mooi aan het opwarmen zijn, geeft dat mooi mij de gelegenheid om de bacon uit te bakken. Wordt mooi langzaam warm, zodat mijn bacon lekker knapperig kan worden in mijn skillet. Dekseltje weer dicht. Je mag hem best zover open houden boven, omdat die convector die blokkeert nou natuurlijk wat trek. Hè? Dus zo help je hem een klein beetje toch sneller op te warmen. Eens even kijken hoe het met onze spekjes gaat. Kijk, dat gaat uitstekend. Zo uitstekend dat ik het goed vind. Zo, die worden vanzelf knusprig als ze weer afkoelen. Kijk, een mooi pannetje met spekvet. Daar gaat in onze onions. Die gaan we ook even lekker karamelliseren. Ja, de vlammen die komen er onderdoor. En dat mag. Die uien willen we natuurlijk mooi zacht hebben. Hoppakee, voorzichtig dicht. Dadelijk oppassen met het openen. Hè. Dit is zo'n moment, we hebben ontzettend veel hitte nou in dit beestje. Door het deksel te sluiten knijpen we als het ware de lucht. Kijk, je ziet ook, vlammen zijn uit, dat betekent rook komt er. Dus nu, als ik nou het deksel open, dan krijgen we onze zogenaamde backdraft. Dus pas op. Oh ja, wat die rook trouwens die je ziet, hè, het komt niet uit de kolen. Mijn convector is nou gewoon schoon aan het branden. Er zit nog een bak vet op van de vorige keer. Dus eigenlijk is nou mijn convector aan het schoonbranden. Dat is dit wat je nu ziet. Dus heb jij een mooi schone steen, dan heb je dit niet. Maar zeg meneer, geeft niks. Kijk, we zijn een paar minuutjes verder en onze uien zijn hartstikke mooi. Super zacht. Hoppakee, terug in het bakkie. Mooie gekarameliseerde uien. Fantastisch. Goed, wij gaan ons klaarmaken voor het bakken van het brood. Daarvoor gebruik ik een half RVS rooster. Op dat halve RVS rooster leg ik een halve convector of een halve baking stone. Mag ook. Ik doe hem nog heel eventjes dicht. Want ik ga nu eventjes mijn broodjes insmeren met een beetje eigeel. Dan gaat er nog een klein beetje sesamzaad overheen. Ik wil 220 hebben. Dus ik ga hem onder nu knijpen. Daar gaat hij. Voorzichtig. Erop. En nu, dit vertelde ik in het begin van de video, de manier waarop ik brood bak. Een super mooie techniek. Ik heb hier wat ijsklontjes. Die gaan in de hete skillet. Hierdoor krijg ik instant stoom, zoals je ziet. En nu moet het ongeveer, deze broodje moet ongeveer een minuutje of 15, 16, misschien 17 op 220 graden. Ook die stoom die helpt ook meteen die temperatuur in die barbecue dalen. Zoals gezegd, 220 is de goal. Daar staat hij nu op. Dat geeft mij de gelegenheid om eventjes mijn burgers voor te kneden. Heb ik een apparaatje voor. Dit is gehakt van Black Angus. Natuurlijk bij Meatfish gehaald. Ik heb daar zo'n lullig vormpje voor. Dat werkt echt uitstekend. Het voordeel daarvan is dat elke burger altijd even dik is. Als je meerdere burgers tegelijk maakt, zijn ze ook allemaal tegelijk klaar. Hè?
Kijk eens, dat gaat mooi. En je kunt dus zo halverwege die garingstijd nog een keer die stoom toevoegen. Hè? Een extra mooie, knapperige korstje. 22 onder noos, goede dingen. Hamburgers liggen klaar. Het rooster onder de steen is nou gewoon goed heet. Hè? Dadelijk halen we de steen eraf en gaan de burgers gewoon op dat hete rooster. We hoeven hem niet direct te leggen. Dat kan, hè? Je kunt de hele bende eruit halen en rooster erin. Dat mag en direct grillen. Maar het is eigenlijk niet nodig. Alles is mooi op temperatuur. De broodjes zullen klaar zijn. Nou, checken jongens. Voorzichtig weer het deksel. Die zien er top uit. Die zien er echt top uit. De hete steen gaat even onder op de grid. En hier gaan wij nou gewoon de hamburgers bakken. Druppeltje olijfolie. Zo, daar gaan ze. Dekseltje dicht. Anderhalf à twee minuutjes, bijna twee minuutjes per kant. Want het is 100% runder gehakt, hartstikke mooie rund. Dus we willen dit rosé aan de binnenkant, dat is natuurlijk het mooiste. Hè? Niet bang zijn voor runderhamburgers, dat je die helemaal grijs kookt. Hè? Niet bang zijn. Die zijn zo klaar. Dus hier gaat mijn broodje alvast. De volgorde van het bouwen van het broodje. Als jij denkt van, wat wil je nou? Dat maakt toch niks uit? Dat maakt zeker uit. Met je tong proef je en ervaar je dingetjes heel anders als boven met je gehemelte. Denk aan bijvoorbeeld als je knekkenbreutje hebt, hè, knekkenbreutje, dan heb je zo'n grove kant en een kant met gaatjes als het ware, of met sesamzaadjes. Als je die omdraait, is het veel prettiger als je daarin bijt dan de ruwe kant. Misschien is dat, misschien weet je nou wat ik bedoel. De mayonaise gaat bij mij ook altijd onderop. Bovenin de rode saus, die kun je wat scherper maken, wat pittiger, bovenaan je gehemelte. Maar onderaan de tong wil je eigenlijk dat filmende laagje hebben, dat mooie crème, dat romige, dat wil je onderop hebben. Snap je? Dus degelijk over nagedacht. Tomaatje. Dan sla nummer 2. De rauwe uitjes. De augurk. Zeker voor de smaak ook, hè? Dat zoetzuurtje wil je nu. Spek. We laten nog snel eventjes de kaas twee tellen smelten. En we kunnen ook nog eventjes het topje nog eventjes roosteren. Al die dingen. Dit is het moment. Gaat ie, hè? Burger met the cheese. Ik ga deze er ook vast even afhalen. Broodje even geroosterd. Woehoe, hot. Dicht jij. Een mooie gekarameliseerde ui. De ketchup of barbecue saus, als je dat lekker vindt. Als jij een favoriete barbecue saus hebt, mag dat. En last but not least. Uitje nummer 3. De gebakken uitjes. Dekseltje erop. Presenteren in het mondje. En gaan. Zo, hier is hij dan. Award winning hamburger van de Big Green Egg. Simpel en toch alles erop en eraan. Maken. Tot volgende keer. Oh ja, nog even een ander dingetje. Een hamburger moet natuurlijk ook in het mondje passen, hè? We gaan ons best doen. Oh man. Duimpjes, like, abonneer, al die dingen. Hoi hè. Leuk dat je de hele video hebt afgekeken. Wil je nou meer van deze video's zien? Overweeg dan om mijn merchandise te kopen, want daarmee ondersteun je dit kanaal, zodat ik deze video's kan blijven maken. Ik heb gave t-shirts, snijplanken, leren schorten. Check maar eens. Helemaal geweldig. Ja, filmpjes zoals bijvoorbeeld deze van vorige week. Deze. En abonneren dat kan, hè. Daarvoor moet je op mijn gezicht drukken. Daar komt-ie.